Dag dames en heren. Vandaag begon de dag op heel veel plaatsen wederom met grijsheid, bewolking, nevel en mist. En in deze tijd van het jaar lost dat allemaal heel langzaam op. Vanaf grote hoogte kunnen we dat ook heel duidelijk zien. Het oosten van Nederland heeft met een donkere, grijze wolkenmassa te maken. Die zo vanaf Groningen, Friesland helemaal langs de oostelijke helft van Nederland richting Brabant en Limburg loopt. Het is daar nevelig en mistig en dat lost allemaal met weinig wind maar langzaam op. In het westen van Nederland waren er zowaar ook al wel af en toe wat opklaringen. We zien de kop van Noord-Holland bijvoorbeeld heel duidelijk naar voren komen, maar ook hele duidelijke witte wolkentoppen. En dat zijn buien die met name op de Noordzee zitten, maar af en toe ook wel de kustprovincies binnenschuiven. We hebben wat dat betreft echt een tweedeling vandaag. Want in het oosten van Nederland is de bewolking hardnekkig. en op sommige plaatsen weet de zon zelfs helemaal niet door te breken. En die mist, ja, waarschijnlijk lost die wel op, maar het blijft wel sterk nevelig in die oostelijke helft van Nederland. In het westen af en toe zonneschijn, maar ook wel af en toe een bui die vanaf zee het land binnenkomt schuiven. En misschien dat daar net tussendoor een strook loopt waar het vanmiddag uiteindelijk eventjes heel mooi weet om te klaren. Weinig wind, temperaturen bij dat alles rond een graad of tien. Vanavond dan gaat mist zich geleidelijk weer uitbreiden. In de kustgebieden valt nog steeds een enkele bui. De temperatuur gaat geleidelijk aan omlaag. Een graad of 6 zullen we in de loop van de avond meten in het binnenland. En vannacht bij opklaringen kan het zelfs weer afkoelen tot in de buurt van het vriespunt. Maar over het algemeen wordt het zo tussen de 3 en de 6 graden. En vlak aan zee zien we zelfs nog wat hogere temperaturen. Daar blijft een enkele bui mogelijk. In het binnenland is het misschien wel verstandig om af en toe de mistlampen te voeren vannacht als je op weg moet. Want het kan wederom flink mistig worden worden. We hebben morgenochtend ook mee te maken. Een grijze start met name in het oosten en uh, zuidoosten van het land ook nog regionaal mist. Ruimte voor de zon is er niet echt overtuigend en met name in het noorden en westen valt een enkele bui en morgenmiddag valt er misschien ook wel later op de dag landinwaarts een enkele bui. Af en toe zonneschijn en uiteindelijk dan temperaturen van zo'n 11 of 12 graden en bij dat alles staat weinig wind. Fijne dag verder.